Marinus van der Lubbe, ja, dat was een, eigenlijk een gewone Leidse jongen. Hij had een beetje een rottige jeugd gehad, moet ik zeggen. Maar zodra hij wat ouder is, dan zie je hem overal. Hij kan niet tegen onrecht, dus hij komt overal tegen in verzet. In het Van der Lubbe Hof vertelt stadshistoricus Cor Smit graag over de Leidse verzetsheld Marinus van der Lubbe. Of het nou gaat om stakingen van bonendopsters hier zo in, in deze buurt waar de conservefabrieken waren. Of betogingen van, van werklozen tegen het korten op de uitkeringen. Van de Lubbe die was er niet altijd bij. Hij liep altijd voorop. Hij klom in een lantaarnpalen en hield de toespraak. En hij had altijd een rode vlag bij zich. En als de politie die dan afpakte. dan... Uh, dan trok hij zijn trui omhoog en haalde hij de volgende rode vlag tevoorschijn. Wanneer Adolf Hitler in 1933 tot Rijkskanselier wordt benoemd, besluit van der Lubbe om naar Duitsland te gaan. Hij wilde dan ook met eigen ogen zien wat er allemaal gebeurt. En zo kwam hij dus in Berlijn. Uh, uit in, uh, in, in, in februari uh, 1933. En daar is hij echt onder de indruk van uh, ja, dat die fascisten, de Nazi's, uh, zo langzaam maar zeker de, uh, de macht aan het grijpen zijn. En hij wil dan een oproep doen. Uh, en hij heeft dan net. Uh, daarvoor in de bioscoop een film gezien van, uh, over een boerenopstand in het ver Duits verleden, waarbij de, degene, de rechtvaardigen, oproepen tot opstand door, um, door, door vuren te ontsteken. En dan komt iedereen erop af en hij dacht van ik moet de Duitse arbeidersklasse een voorbeeld geven. En hopelijk komen ze dan in beweging om zich te verzetten tegen die langzame machtsovername van de nazis die nu aan het plaatsvinden is. De volgende dag brandt het regeringsgebouw, de Rijksdag, volledig uit. De Leidenaar wordt gearresteerd, waarna een discutabele rechtszaak volgt. De Nazis die zei dat hij een agent was van de Communistische Internationale. Nou, hij was ooit lid van de Communistische Partij, had hij al lang mee gebroken, want hij wilde helemaal niks met. Dat, dat autoritaire communisme te maken hebben. Dus dat, dat deugde klopte al niet. En, uh, maar de andere kant, die communisten die zaten met hem in zijn maag. En die hebben geprobeerd hem af te schilderen uh, als, als een homoseksueel. Wat hij niet was, maar dat, dat doet voor ons niet meer ter zake. Maar voor hun was dat een bewijs. Dat dat dus een fascistische agent was. Dat hij in dienst was van de nazis. En dus zo zie je hoe zo'n zo jongen uh, eigenlijk in een maalstroom van de grote politiek terechtkomt en daar vermalen, vermalen is. En dat zijn, zijn, zijn daad om te proberen verzet te mobiliseren gebruikt is door de nazi's om iedereen verder te muilkorven. Want dat is natuurlijk wel wat er gebeurd is. Van der Lubbe wordt zonder tegenspraak direct veroordeeld en gedood. Een gang van zaken die ruim 90 jaar later opnieuw wordt bekeken door wetenschappers. Hij wordt weer onderzocht om te kijken of hij niet vergiftigd is. Nou, ze hebben zijn kop eraf gehakt. Maar het zou heel goed kunnen dat daar wel wat bij mee aan de hand is. Want wat één ding valt op: het was eigenlijk altijd een, 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 een ja, fire, krachtige jongen. Als je foto's ziet in eerste instantie, staat hij er ook echt. Stevig op. Als je hem later in het proces ziet, dan zie je hem helemaal in elkaar gezakt. Dus er is al in die tijd vaak gezegd: van, volgens ons is hij gedrogeerd. Zodat hij, hè, zodat hij niet uh, zijn werkelijke verhaal kan doen. Dus het zou heel, dat zou heel goed kunnen. Ik denk niet dat hij doodvergiftigd is. Want ja, die kop eraf slaan, dat deden die nazi's toch al graag. Een beetje bloed, daar uh, waren ze niet vies van. Op zondag 26 februari wordt Marinus van der Lubbe herdacht met een wandeling door de Leidse binnenstad. Op verschillende plekken staan Smit en zijn collega's stil bij het bijzondere leven van de verzetsheld. Om van der Lubbe weer gewoon een beetje die aandacht te geven die hij eigenlijk, eigenlijk verdient. Beslist voor rekening vergeet niet: van der Lubbe is de bekendste leider naar, naar Rembrandt. Hè? Ik bedoel, over de hele wereld kennen ze hem.